Zo, yo! Welkom bij Geld op Geld en welkom bij weer een livestream. Nu dat de beurs heel erg rood is. Het is echt een knalrode dag op de beurs. Zeker voor bepaalde aandelen, voor veel groeiaandelen in het algemeen. Dus uh, ik dacht, laat ik even live gaan en laten we het meteen even doornemen. Nou, laten we meteen even dit overzicht erbij pakken. Als die mee wil werken. Yup, daar zijn we dan. Even kijken. Ja, echt wel een rode dag. Zeker voor Big Tech. Heel erg rood. Uh, Microsoft min 1,66%. Apple min 1,8%. Google min 1,4%. Meta min 2,4%. Amazon meer dan 1% in de min. Nvidia 1,5%. Broadcom 2,6%. Tesla zelf zo'n 5% in de min. Flinke daling voor Tesla. Al bij al gewoon knalrood. Frank, streampje op dit moment. Zo'n dagen gewaardeerd. Hims Nurs ingeslagen voor Jasser, netjes, flink gedaald ook. Patrick, goeie avond. Wouter, al even geen stream meer gevolgd, totdat je er eentje doet. Zeker, altijd leuk om te doen. Edward, goeie avond, welkom allemaal. Ja, laten we het even doornemen. Uh, ja, ook als het zo rood is als vandaag, moeten we toch uh, nou ja, het even doornemen, even live gaan. Als we naar de indexen kijken, even kijken... Dow Jones, 0,6% valt wel mee. SP 500 min 1,1%. En de Nasdaq, zo'n 1,6% in de min. Flinke daling, vooral voor de Nasdaq. Wouter zegt al nagedacht over een optie op Coinbase. Eventueel ETI aanschaffen. Ja, ik, uh, ik heb hem ook openstaan. Ik wilde hem even doornemen. Vandaag flink gezakt. Uh, ja, ik denk dat ik hem uh, misschien wel ga aanschaffen. Een, uh, iets met Coinbase. Maar uh, ja, dat uh, ja, kom ik zo wel even terug. Top G, goeie avond, maat. Goeie avond. Top G. M Jansen, goeie avond. Maarten, kopen, zo is het. Dipjes gewoon kopen. Welke put heb je gekocht? Want kan er maar geen vinden op de Giro. Ja, ik koop zelf ook geen opties op de Giro. Omdat de Giro gewoon niet zoveel uh, mogelijkheden heeft. U, Altoen, Tesla, Salesforce, Adobe gekocht. Wat gebeurt er met Alve? Flink gedaald. Ja, ik heb niet echt nieuws gezien. Maar ik heb hem ook openstaan. 12% in de min voor Alve ook. Snorlax, goeie avond, ook een mooie naam, Snorlax. Ja, ja, ja top. Nou, jullie hebben wel, uh, sommige vrienden hebben echt mooie namen. Maar goed, als we even zo naar de SP500 SP gaan kijken, dan staan we nog steeds, als je hiernaar kijkt, in ieder geval vrij hoog. Maar als we even inzoomen, zien we nu toch voor het eerst, sinds een lange tijd, echt een dipje. Het is nog maar een dipje. Ook al is je portfolio waarschijnlijk knalrood vandaag. Het kan natuurlijk nog veel meer omlaag gaan. Als we even een beetje gaan inzoomen, nou, dan zien we hetzelfde. Sinds eind oktober 2023 een enorme stijging. Stijging van zo'n nou ja, 27-28% tot aan nu een stijging van zo'n 23%. Dus als we nog even meer inzoomen, vanaf, zeg even, dit punt hier, 28 maart is de SP500 nu met zo'n 3,9% gedaald. Dus echt ongeveer 4% in de min voor de SP500. De grootste daling nou, sinds eigenlijk hier zo ergens, sinds oktober van 2023. En ik heb het heel vaak aangegeven, ik denk alleen maar goed en gezond. Aandelen zijn flink gestegen, waarderingen zijn heel erg hoog voor heel veel aandelen. Uh, en we zien nu wat onzekerheid. Onzekerheid hè, tussen Iran, Israël, hoe dat ze allemaal zal, allemaal zal uitpakken. Inflatie is nog steeds hoog. Nog steeds veel dingen die mis zouden kunnen gaan. Toch zijn aandelen nog steeds vrij prijzig. Uh, en ik moet zeggen dat ik nu in ieder geval blij ben met mijn putoptie. Uh, meerdere put-opties zelfs, die uh, het echt wel goed doen. Uh, of eigenlijk twee put-opties, eentje op plus 500 en eentje heb ik op Interactive Brokers. Dus, uh, ja, die zijn nu uh, het goed aan het doen, maar dat kan natuurlijk op de korte termijn weer flink veranderen. Verder, Dow falls 200 points as yields jump. De 10-year treasury yield is ook flink aan het stijgen. Traders await Israel response to Iran live updates. Verder, World leaders react to Iran's air attack against Israel. Nou, ik heb hier al een filmpje over gemaakt gisteren. Dat ik had aangegeven dat dit er natuurlijk niet goed uitziet. Crypto was flink gedaald, de beurzen waren nog gesloten. Beurzen openen trouwens wel groen vandaag. Wat echt wel bijzonder was, ondanks die negativiteit. Um, maar ondertussen weer knalrood voor ook aandelen. Nou, hier ben ik in dat filmpje dieper op ingegaan. Als ook kwartaalcijfers. Want deze week krijgen we ook een hoog kwartaalcijfers. Zelf trouwens vooral benieuwd naar ASML. Maar ook wel in Netflix, TSMC, Nokia. United Held en Johnson Johnson morgen. Dus uh, ik ben benieuwd. We gaan het in de gaten houden. Um, even kijken. Alphen nog steeds interessant of toch wel tricky nu? Alphen is tricky. Maar net zo tricky als een uh, maand of twee of drie of vier geleden. Het blijft een groeiaandeel. Maar ik denk wel een met veel potentie. Hims order op 13,1. Even kijken, Hims. 13,3 nu. Bijna 5% gedaald. Dus succes, Wouter. Goedenavond. Ik moest me even door de reclames heen worstelen. Ja, sorry. Ik heb gewoon reclames op automatisch staan. Dus geen idee wanneer je ze krijgt. Uh, soms uh, komen ze meteen, soms tussendoor. Geen idee hoe dat precies werkt eigenlijk. Maar dat uh, regelt YouTube allemaal. <laughs> uh, Matthijs, goedenavond. Mijn poedoptie uh, noemt goud. In tijden van onzekerheid zijn goudmijnen echt goudmijnen. Jop. Yup eens willen laten zien hoe dat werkt met put-opties. Ja, dat is een beetje lastig. Ik heb een filmpje op YouTube staan met hoe call-opties en put-opties in het algemeen werken. Ik uh, laat kan er even snel bij pakken. Zal ik even een link plaatsen in de, uh, in de chat? Even kijken. Mocht je dat filmpje nog niet hebben gezien, dan is dat. Even kijken. Uh... Even snel erbij pakken. Zo. Ik zal even een linkje plaatsen. Het is eigenlijk uh, dit filmpje, heel simpel. Opties voor beginners, call-opties en put-opties. Daar ga ik even in op de, zeg even, basis. Nou, ik zal even een linkje plaatsen in de chat, mocht je dat filmpje niet hebben gezien. Dan nou, weet je in ieder geval hoe call-opties, put-opties werken. Wat ik zelf doe, nou, ik kan het ook even laten zien. Ik heb zelf. Um, even kijken. Een optie lopen op plus 500. Ja, die doet het wel echt belachelijk goed. Nu gaat het eigenlijk helemaal nergens over. Um, nu 105% rendement uh, plus 994 euro in dit geval. As we speak. Nou, 985. Dus dit schommelt eigenlijk flink op en neer. Hoe uh, roder de beurs, hoe meer dit eigenlijk exponentieel zal stijgen. Dus uh, vandaag een flinke dag, uh, flinke rode dag voor mijn portfolio, maar nou, deze putoptie op plus 500 maakt het een beetje goed. Maar moet ik er meteen bij zeggen, plus 500 zijn CFD opties. Zijn wat risicovoller, zijn wat kortere termijn opties, hebben een expiratiedatum van 1 maand. Vaak met een hefboom erop, vaak ook met overnight fees. Deze dan weer niet, maar sommige dingen die je er koopt wel. Dus uh, ja, dit zijn wel risicovolle opties en zeker voor beginners zou ik dit uh, ja, echt niet zomaar doen. Echter... Ik koop ook opties bij Interactive Brokers. Um, en dan kan je de normale opties kopen. Daar heb je veel meer keuze dan bijvoorbeeld bij de Giro. Want bij de Giro kan je gewoon niet eens Amerikaanse opties kopen op aandelen bijvoorbeeld. Um, en daar heb ik dus een put-optie lopen op de NASDAQ. En dat is een put-optie voor mij voor de wat langere termijn. Of nou, wat is langere termijn. Expiratiedatum is december 2024. Dus nou, zeg nog drie kwart jaar. Um, dus, mocht we een flinke correctie krijgen, mocht de beurs flink zakken, ben ik toch zo een beetje verzekerd in mijn portfolio. Dus dat zijn de twee opties die ik nu heb lopen. En deze doet het nou, belachelijk goed, dus dat is natuurlijk wel mooi. Uh, anderzijds doet mijn portfolio het vandaag weer heel slecht, dus het is maar hoe je het bekijkt. Uh, en ik zie het ook echt zo: ik zie het echt als een soort van verzekering op mijn portfolio. Dus, uh, mocht de beurs flink zakken, mocht mijn portfolio flink zakken, en ik denk dat die kans groot is met de hoge waarderingen en de onzekerheid. Dan is het toch een beetje een verzekering. Zal ik daar winst maken? Zal ik dat uitcashen? En dan zal ik weer goedkoper aandelen kopen. Gebeurt dat niet? Gaan aandelen nog verder omhoog? Wat ook zou kunnen gebeuren. Want ik kan de korte termijn ook niet voorspellen. Ik denk dat niemand dat echt kan. Dan zal mijn portfolio stijgen in waarde. En dan zal die put-optie het slecht doen. Misschien zelfs niks waard worden. Als het zo is, helemaal prima. Uh, maar dat is hoe ik erin sta. Wat ik doe. En waar ik het verhandel. Dus plus 500 voor de CFD's. en... Interactive brokers is denk ik ook een hele goede broker waar je van alles en nog wat kan doen. Onder andere dus heel veel keus in opties. Um, heeft de daling van de markt ook goed te maken met onzekerheid over inflatie ten opzichte van olieprijzen? Jazeker. En ook dit, wat zei Iran, Israël, dat kan er ook voor zorgen dat olieprijzen nog meer gaan stijgen. Als even crude oil erbij pakken: crude oil, en we kijken even naar, zeg, de laatste nou, half jaar. Weer flink gestegen. Olie was flink gestegen, flink gedaald. En nu de laatste maanden is olie weer flink aan het stijgen. Um, en dat is natuurlijk niet goed voor inflatie. Inflatie blijft hoog. Hoe hoger olie, hoe hoger inflatie in principe. Uh, hoeft niet per se, maar ja, waarschijnlijk wel. Want uh, hoge olie kan weer, ook weer voor de andere lagere kosten zorgen. Maar dat is ook het lastige. Alles heeft met elkaar te maken. Het is natuurlijk vrij complex. Ehm. <laughs> um, maar eigenlijk wel, hoe hoger olie, hoe hoger inflatie. Over het algemeen, hoe langer de Fed rentes hoog zal houden, hoe langer of hoe hoger rentes. Dus hoe hoger of hoe langer ze hoog zijn, <laughs> hoe meer druk op de economie, hoe slechter ook voor aandelen. Dus ja, alles heeft met elkaar te maken. Uh, hebben we onzekerheid in uh, bijvoorbeeld Israël, Iran, als het misgaat en olieprijzen gaan omhoog, meer inflatie, hogere rentes, meer druk op de economie. Uh, gaat dit misschien allemaal meevallen, ja dan gaat de beurs misschien wel weer gelijk flink herstellen. Uh, mochten we hier wel wat positievere geluiden over krijgen, ja je weet het niet. Uh, ja, daarom is de korte termijn ook gewoon simpelweg niet te voorspellen. Geen spijt van Basic Fit met de vooruitzichten. Uh, nee, Sterker nog. Ik sta nog steeds in de plus met die Basic Fit aandelen die ik heb gekocht. Een Paar weken geleden, of een week geleden, twee weken geleden, geen idee. Uh, maar het is voor mij in principe een langere termijn investering. Dus. Hoeveel vind je Tesla waard als je het alleen als een autobedrijf ziet? Ben benieuwd. Uh, hoe bedoel je precies Tom? Wat ik zou vinden van Tesla trouwens, moeten we ook even doornemen, 5% in de min. Maar uh, als Tesla alleen auto's deed en dan dus niks met energie en met AI en zelfrijdende auto's, bedoel je het zo of bedoel je het anders? Doet je het vandaag beter of slechter dan de NASDAQ? Uh, mijn portfolio doet het slechter dan de Nasdaq. De Nasdaq staat min 1,7. Mijn portfolio staat min 2,2 watts ongeveer. Maar als je die put-optie meerekent, dan doet mijn portfolio beter dan de Nasdaq. Dus hangt het hoe je het bekijkt. Uh, maar ja, Tesla is mijn grootste positie en staat vandaag 5,2% in de min. Um, Tesla trouwens: Tesla will lay off more than 10% of global workforce. Read the Elon Musk memo. Elon Musk zegt het volgende... As we prepare the company for our next phase of growth... it is extremely important to look at every aspect of the company... for cost reductions and increasing productivity. Dus, 10% van de werknemers willen ze ontslaan. Um, ergens is het natuurlijk heel slecht. Laat ook zien dat het wat minder gaat... met heel de elektrische voertuigmarkt. Maar anderzijds, ja... Uh, ja, ik heb het al een miljoen keer aangegeven. Ik blijf negatief wat betreft Tesla op de korte termijn. 2024 wordt gewoon een heel slecht jaar voor Tesla. Um, ja, dat is gewoon. Het gaat niet over een kwartaal veranderen. Over twee kwartalen ook niet. Drie kwartalen ook niet. Dit jaar is gewoon een slecht jaar. Uh, straks, als de cyberdruk is uh, opgeschaald en het gaat goed. Straks, als ze gaan beginnen met de Model 2. In augustus de de anneer Misschien nog wat doorbraken met FSD. Maar dat is allemaal, allemaal voor de langere termijn. En. Tesla kan zeker nog veel meer zakken. Als dat gebeurt, zal mijn portfolio het ook echt wel heel slecht doen. Maar ik ga heel die weg omlaag bijkopen, mocht Tesla zakken. Want voor de komende vijf jaar blijf ik optimistisch. Is Nvidia nu een koopmoment? De huidige waardering lijkt te hoog, maar mogelijk nog te laag. Uh, ja, Hangt van de verwachtingen inderdaad af. Met het moet absoluut beter. Ja, inderdaad. Dus hangt het hangt ervan vanaf hoe je het bekijkt. Nvidia, Nvidia heb ik hem openstaan? Nee, heb ik niet openstaan. Trouwens, door het, deze berichten van Tesla, ook bijvoorbeeld een Rivian, min 8%, 8 miljard marktwaarde van over. Alle elektrische voertuigbouwers doen het nu slecht. Nvidia, wat doet die vandaag? Wat stond er net? 1,5% of zo in de min? Nou, bijna 2%. Nasdaq, min 1,67. Ja, Nvidia is een hele, hele, hele lastige, moet ik zeggen. Ik, uh, ik vind Tesla overigens ook een hele lastige, want ja. Dit jaar wordt een slecht jaar. De korte termijn is negatief, maar ik ben super optimistisch wat betreft de lange termijn. En bij Nvidia is het een beetje andersom denk ik. Um, wat betreft Nvidia doen ze het nu heel erg goed. En eigenlijk is Nvidia niet eens zo duur. Pi ratio van 72 klinkt duur. Kijken naar de forward pi ratio, dan zien we 36. Voor een bedrijf dat belachelijk hard groeit valt het eigenlijk reuze mee. Uh, nee, ik wil dit niet. Eep, eep, eep. Ah, ik vind het zo stom dat. Uh, ja, hoe fijn is dit? Het zit heeft veranderd. Even kijken, daar ja, zijn we weer. Uh, maar goed. Nvidia ten opzichte van wat ze nu doen. De PI-ratio lijkt hoog. Voor het PI-ratio niet per se. Voorlopig gaat Nvidia nog flink profiteren. Maar ik denk zelf dat er op een gegeven moment. Um, wat negativiteit zal komen bij Nvidia: dat ze of prijzen zullen moeten verlagen. Dus minder marge. Of dat de concurrentie het wat beter doet. Of dat heel veel grote spelers, waaronder een Tesla en een, ja, eigenlijk bijna alle grote spelers, zoals een Microsoft en ga zo maar door, de big tech bedrijven, dat ze misschien wat minder willen kopen bij Nvidia, omdat ze al heel veel hebben geïnvesteerd. Of je hoort nu ook van heel veel van de big tech bedrijven dat ze steeds meer bezig zijn met eigen chips maken. Uh, op een gegeven moment zal die belachelijke groei stoppen en ik denk dat Nvidia dan ook flink zal dalen. Alleen voorlopig doen ze het nog heel erg goed. Dus uh, het aandeel kan ook echt nog wel verder stijgen. Maar ja, het lastige vind ik zelf dat ik gewoon. Kijk, ik weet niet precies wat Nvidia de komende zeg, vijf jaar zal doen. Ik heb geen idee. De chipmarkt is een cycl cyclische markt. Nvidia kan makkelijk nog met 50% stijgen. Maar als Nvidia met 50% zakt de komende zeg, twee, drie jaar, zou het mij ook helemaal niks verbazen. En omdat ik dat dus niet weet, ga ik er zelf niet in investeren. Kijk ik naar Tesla. Ja, ik kan er natuurlijk naast zitten, maar ik ben er heilig van overtuigd dat. Tesla het de komende zeg, vijf jaar goed zal doen als bedrijf. Dat ze nog meer kunnen opschalen. Dat ze ver vooruit lopen wat betreft zelfrijdende auto's. En het is nog een vraag of het allemaal gaat lukken. Ik denk dat ze heel veel winst zullen genereren met energie. Uh, dat groeit nu al heel erg hard. Ik denk dat de robot heel veel potentie heeft. En als ik dat doorprojecteer, ja, dan lijkt Tesla mij een hele interessante. Maar dat kan ik dus bij Nvidia niet doen, omdat ik daar gewoon geen goed beeld bij heb. Uh, ik denk dat ik Nvidia redelijk goed snap. Ik denk ook dat ik snap hoe goed ze gepositioneerd zijn, wat ze allemaal ja, heel goed hebben gedaan met hun GPU's. Uh, qua software hebben ze er heel, heel goed over nagedacht. Uh, ja, de CEO Jensen is een hele goede CEO. Heel mooi bedrijf. Maar ik kan het niet goed vooruit projecteren voor de komende vijf jaar. Dus ik ga hem zelf niet kopen. Uh, kan je dat wel? Heb je er misschien wat meer gevoel bij? Denk je dat je wel weet wat er de komende vijf jaar aan zit te komen voor Nvidia? Dan kan je misschien wat beter inschatten of hij nu aantrekkelijk is of niet. Maar ik vind, dat, ik vind Nvidia echt veel te lastig daarvoor. Uh, papapum, waar was ik? Ik zie dat ik weer een hoop heb gemist. Hoe kijk je naar Walgreens? Heeft het wel slecht gedaan? Daardoor wat risicovoller, maar met de huidige waardering voor mij een hold. Zonder energie en de AI-robot zelfrijdende auto's mag je wel meetellen, vind ik. Ja, maar ja, als je zelfrijdende auto's meetelt, dan uh, uh, dat maakt het er wel een stuk lastiger, want dat heeft enorm veel potentie. Uh, als je alleen maar kijkt naar auto's zonder de zelfrijdende auto's, dan is Tesla denk ik op dit moment wel heel erg duur als aandeel, ook zeker zonder energie. Uh, want ja, een marktwaarde van 519 miljard. Dan moet Tesla eigenlijk wel met de Model 2 komen, die een succes wordt. Dan moeten ze echt wel meer dan 10 miljoen auto's per jaar gaan uh, verkopen. Terwijl ze nu uh, vorig jaar 1,8 miljoen hebben gedaan, dit jaar misschien 2 miljoen. Al zou dat nog best wel lastig kunnen worden. Dus om naar meer dan 10 miljoen te gaan, moeten ze dus keer 5 gaan wat betreft aantal auto's. En zelfs dan is Tesla vrij prijzig. Gaan ze naar de 20 miljoen auto's per jaar, wat toch wel het doel is van Tesla... Dan heeft Tesla, denk ik, nu een redelijk eerlijke waardering. Als je alleen maar naar de auto's kijkt. Neem je zelfrijdende auto's mee. FSD-take rate. Ze hebben trouwens de abonnementen van FSD nu verlaagd naar de 99 dollar. Van de 199 naar de 99. Um, ja, dan is Tesla eigenlijk helemaal niet zo heel gek duur, denk ik, op dit moment. Als we echt zelfrijdende auto's krijgen. En echt Robotex en dat soort dingen. Dan is Tesla, denk ik, zelfs belachelijk goedkoop op dit moment. Kijken we naar Tesla. Plus energie. Uh, op dit moment, dan is Tesla, denk ik, ook redelijk uh, aantrekkelijk geweest. Als, als we niet naar FSD kijken en naar de robot en al dat soort dingen. Uh, maar goed, Tesla is Tesla. Tesla is een bedrijf met energie. Tesla is een bedrijf dat veel potentie heeft. met de Model 2, de cybertruck. met andere dingen die ze in de toekomst doen. met wel FSD, met de robot die er eventueel aan zit te komen. met eventueel verzekeringen, met meer services die ze gaan doen. met allerlei andere dingen waar ze mee bezig zijn en nieuwe producten, producten die ze in de toekomst bekend zullen maken. In dat opzicht, voor de komende zeg, 5 tot 10 jaar, denk ik zelf dat Tesla een hele interessante is. Uh, maar dat is echt voor de lange termijn. Nogmaals, op de korte termijn, denk ik dat we meer van dit soort dalen, da dagen en dalingen kunnen krijgen. Um, zie je voor Intel, INTC is Intel hè? Ja. ja, ik denk dat Intel ook wel interessant is, denk ik wel. Ik denk dat, uh, oeh, Nasdaq met 1,85. Mijn poetopties doen het dan wel heel goed. <laughs> maar... Um... Intel ja eh, ook omdat Amerika Intel wat meer wil stimuleren. Ze willen meer chips in Amerika maken. Uh, dus ze gaan denk ik Intel zelf helpen. Intel krijgt ook de beste machines ter wereld van ASML, wat ze ook gaat helpen. Dus Intel heeft best wel wat leuke interessante dingen voor de toekomst. En dat zou echt wel een mooie kunnen zijn, denk ik wel. Enig idee waarom? Uh, Walgreens, Boetslijn is het zo slecht blijven doen. Ja, veel negativiteit. Slechte cijfers. CEO is weggegaan. Toch wel veel dingen die slecht zijn gegaan. Ik denk op dit moment van NIO. Ja, ik heb het niet zo veel met NIO. Ik denk dat NIO... Ja, kijk, hij is wel flink gedaald. waardering is wat aantrekkelijker geworden. Maar NIO is denk ik niet zo goed als een BYD. BYD is gewoon veel verder. Doet veel meer qua aantallen. BYD eh, is winstgevender. Ja, ik heb zelf aandelen van BYD. Maar ik denk dat NIO een hele risicovolle is. Ondanks dus die enorme afstraffing. Ik heb zelf ook niet zoveel met die battery swap stations. Dus dat de batterijen worden verwisseld. Mening over Renewi. Ooit overnaar een gehad van 9 euro per aandeel. staat nu op 6,8 Ja, op zich ja, Het is wel een, een industrie die er uh, voor altijd zal zijn waar ze in zitten. Uh, vrij lage waardering, PI ratio van 12. Wel een small cap. Zou een mooie kunnen zijn, maar ik heb er nooit echt echt ingedoken. Maar als je kijkt op Alibaba, afgelopen drie jaar enorm gedaald. Een hoge afhankelijkheid van politiek. China, maar wel een hele hoge marktzetter. Uh, ik denk dat Alibaba een hele interessant is op dit moment. Een hele, hele interessante. Sterker nog, ik heb afgelopen vrijdag uh, een play gemaakt op Alibaba. Dus uh, ja. Hims aardig gezakt. Ja, Hims heeft ook wel een uh, dipje. 4,7% nu. Ja, hangt wel hoe je kijkt. Afgelopen maand flink gezakt. Ja, van de ongeveer 17 naar de 13. Als je ietsjes meer uitzoomt, enorm hard gestegen. Dus uh, ja, mocht hij nog een klein beetje doorzakken... ga ik waarschijnlijk wel weer een plukje kopen van hem. Zou je nu tot vaker video's over je poedoptie willen maken? Hoe, waarom, et cetera? Zou je daar nog wat meer over willen weten? Ja, ik twijfel er een klein beetje over. Want bijvoorbeeld die... Ja, kijk. Die putopties die ik op plus 500 heb... Uh, zou ik gewoon niemand aanraden. Weet je? Ik, ja, er zijn ook wel eens mensen die dan inderdaad naar mijn filmpjes kijken... en dan zeg ik iets en dan denken ze dat dat het, het geval is. Dat dat gaat gebeuren... Maar nou, ik weet ook niet alles. Daarom dat ik ook af en toe probeer te waarschuwen daarvoor. En met aandelen neem je al veel risico. Maar met opties ja, wordt het allemaal nog wel een stuk meer. Zeker op plus 500 met die CFD opties. Uh, en als je dit dan vandaag ziet. Ik zal het weer even bijpakken. Nou, dat maakt ook niet uit. Maar goed, ik sta nu 100% in de plus. Uh, met die optie Meer dan 900 euro. Is natuurlijk een hele hoop. Ziet er leuk uit. Maar dat kan ook heel makkelijk misgaan. De andere kant op dan gaat het ook met een hefboom eigenlijk soort van snel mis. Uh, en volgens mij is het zo dat op plus 500... meer dan 90% of zo van de beleggers ook verlies maken. Dus uh, ja, ik weet niet of het goed is dat ik daar wat uh, dieper op inga. <laughs> um, ja. Anderzijds ja, is het denk ik wel goed om te weten... wat voor zeg, instrumenten je hebt op de beurs... Uh, en hoe je kan inspelen op bepaalde gebeurtenissen... met call-opties, put-opties, dus... Ja, dat is dan wel weer goed. Ja. Maar misschien moet ik het wel doen. Ik moet er nog even over nadenken. Warner Bros. lagen kopen of toch niet? Ik denk een interessant met de huidige waardering. Dat denk ik wel. Maar ook zij hebben het echt wel heel erg slecht gedaan. Is het handig om in Chinese aandelen te investeren? Hangt er vanaf wat je ervan verwacht. Chinese aandelen hebben hele lage waarderingen. Zeker ten opzichte van Amerikaanse aandelen. Um, maar Chinese aandelen hebben vaak wel wat meer risico. Bloedrood, inderdaad. Laten we het even doornemen. Wat is nog meer bloedrood? Salesforce vandaag. Min 6,75%. Flinke daling voor Salesforce. Salesforce in late talks to Informedica. Boodstocks are tumbling. Ze willen een overname doen op dit bedrijf, Informatica Of Informatica in het Nederlands. Uh, allebei flink in de min. Zie je wel vaker bij overnames flinke dalingen. Um, zag je bijvoorbeeld ook bij een Adobe. Toen ze een overname wilden doen op uh, Figma. Uh, wat hebben we nog meer? Coinbase. Min 7,65% flinke daling voor Coinbase ook. Nou, ik heb laatst een filmpje gemaakt, zoals velen van jullie waarschijnlijk ook hebben gezien, met een, uh, een gast. Uh, echt een nou ja, crypto-expert is hij toch wel. Heeft hele mooie rendementen ook kunnen behalen met Coinbase, met crypto in het algemeen. Uh, hij had dus echt een call-optie gekocht, hier ergens beneden. Echt een flinke, verre out of the money. En die is enorm hard gestegen. Echt belachelijke rendementen meebehaald. Wat echt wel heel erg leuk is. En hij is dus ook heel erg optimistisch wat betreft de komende kwartaalcijfers. Dat analisten dus veel te lage verwachtingen hebben. En misschien dat ik daar zelf ook wel op in ga spelen. Eventueel met de galoptie. Dus ik moet even kijken wat ik daarmee ga doen. Het liefst heb ik wel dat Coinbase wat goedkoper wordt. Want het is echt geen goedkoop aandeel. Omdat hij zo hard is gestegen. Mocht hij nog wat doorzakken, zal ik waarschijnlijk wel iets met Coinbase doen, maar moet ik nog even kijken. Crypto, overigens, vandaag ook wel een minnetje. Valt wel mee, maar als we kijken naar de afgelopen 7 dagen, flink gedaald wel. 12% voor Bitcoin, 16% voor Ethereum. Solana 23%, Ripple 20%. En ook als we even naar Dogecoin kijken, 25%, Shiba 25%. Ja, over het algemeen 25%, 30% voor veel altcoins. Dus toch echt wel een uh, flinke daling voor crypto's. Alve inderdaad 12% in de min vandaag. Wordt ook interessanter als je het mij vraagt. Himsenhurst is inderdaad flink gedaald. Palantir vandaag minder dan 3% in de min hou ik ook in de gaten. Ik vind hem ook nog steeds prijzig. Maar mocht hij goedkoper worden zou ik ook wel Palantir willen kopen. Dit is ook wel een mooie. Die Trump Media and Technology Group. Min 18% was eerst flink gestegen. Dit was wel een hele mooie eventuele short. Of voor een put optie, Omdat hij zo hard was gestegen... Uh, vervolgens wel flink gedaald. Nou, Trump Media Shares plunge more than 15% after company files to issue addition, additional DJT stock. Dat ze aandelen gaan verwateren. Het aandeel zakt flink. Ja, niet heel gek dat ze dat doen, omdat het aandeel ook flink is gestegen. Dus uh, ja. Uh, Fietje doet het ook niet zo goed. Maar, valt wel mee, toch? Fietje uh, oh, die, die is wel wat gezakt, maar van wanneer je hem hebt gekocht toen ik hem had gekocht. Ik denk hier zo ergens iets hoger dan nu, maar met 6% dividend erbij sta ik nu toch vlak. Um, ja, als je even een beetje uitzoomt, valt wel mee, valt wel mee. Maar uh, ik ga hem wel in de gaten. Ik denk een mooie read wel. Maar ja, ook reads kunnen het slechter doen als rentes hoog zijn, rentes zijn nog steeds hoog, zullen waarschijnlijk wel vrij lang hoog blijven. Al van al besproken, ja, even kort flink gedaald. Wordt ook alleen maar interessanter. Daan zegt, Salesforce vorige week gelukkig gesloten op 305 dollar. Kijk nu naar Snowflake. Hoe denk je daar? Mooi gesloten, want uh, eventueel zou je hem terug kunnen kopen. Mocht je willen. Toch wel flink gezakt. Snowflake ah, is een lastige. Mooi bedrijf. Net als trouwens een Palantir. Ook wel flink in de min vandaag. Meer dan 4%. Maar nog steeds wel prijzig hoor. Um, Snowflake, wat is het? Voor het PI-ratio /E 212. Geeft een beetje een vertekend beeld. Maar goed, 18 keer de omzet betaal je voor Snowflake. Prijzig aandeel hoor. Maar mooi bedrijf, dat zeker. Dat zeker. Min 1,79 ondertussen voor de NASDAQ. Flinke daling. Denk je van Basic Fit? Een beetje hetzelfde als wat ik er laatst over heb aangegeven. Ik heb laatst een filmpje gemaakt over Basic Fit toen ze kwartaalcijfers bekend hadden gemaakt. Basic, basic. Waar staat die? Hier zo. Staat die nu al iets hoger volgens mij. Maar. Even kijken naar de afgelopen zes maanden. Was flink gezakt naar ongeveer 19. Ietsjes hersteld. Nu een klein dipje. Um, ja, ik denk op dit moment rond die 20 euro wel een mooie voor de lange termijn. Basic Fit heeft wel heel veel schulden. Ze hebben vrij lage marges. Ze moeten het echt hebben van opschalen met zoveel mogelijk sportscholen. Maar ik denk dat ze dat wel goed doen. En ik denk dat ze het veel beter doen dan zegt de concurrentie. En ik denk dat ze zullen blijven opschalen, opschalen, opschalen. De ouderen sportscholen, die zeg maar drie jaar of ouder zijn... die laten een mooie winstgevendheid zien. Zoals ze ook in de earningscall hebben aangegeven... Met die, uh, als ze mature worden, worden ze heel erg winstgevend. Nou, als ze alles opschalen, hoe meer ze opschalen... hoe ouder bepaalde sportscholen worden... hoe winstgevender het bedrijf op de langere termijn ook zal worden. En ik denk dat het ook wel zo ongeveer zal uitpakken. In dat opzicht, ja, ik denk wel een mooie. Maar tegelijkertijd, ik ga basic fit nooit een grote positie maken. Het is een small cap. Ze hebben heel veel schulden... Ze hebben lage marges in dat opzicht. Niet een bedrijf waar ik meestal in investeer. Maar ook voor de huidige waardering. Omdat die is gezakt. Qua risk reward. Ik denk wel een mooie. Ja. Dus. Laatste 120 gekocht. Basic. Heel veel voor de kilometer swingen. Ja. Had je hele mooie swingtrace mee kunnen maken. Inderdaad. Zeker waar. Starbucks en McDonald's. Is Starbucks verder gezakt? Want die. Uh, ik vind dat ook wel een interessante hoor. Oh nee. Hij staat nu gelijk. Ja, ik dacht misschien nog verder. Maar ik heb laatst inderdaad een filmpje gemaakt ook over Starbucks. Omdat die al snel vandaag ook 3-4% in de min stond. Maar dat is weer jammer. Ja, ik denk dat Starbucks een hele mooie is. Uh, McDonald's. Dat. Uh, waarom kan ik hem? Mac. 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 Waarom kan ik hem niet vinden? Wat doe ik verkeerd? Mac. MC. McDonald's. D. MCD. McDonald's. <laughs> uh, vandaag ook min 0,5. Niet zo spannend. Uh, maar als we een beetje uitzoomen, toch wel wat gezakt. PI-ratio 23. Was de voor het PI-ratio? 21? All right, all right. Oké. Okay. Ja, ja, snap ik op zich ook wel als iemand McDonald's nu zou kopen. Ik denk zelf dat uh, Nike trouwens... Nike uh, was laatst wel wat gezakt. Uh, even kijken... Ik bedoel, sorry, gestegen wilde ik eigenlijk zeggen. Hij was gezakt, daarna wat gestegen. Een klein, klein plusje zo. Up, van de 89 naar de ongeveer 93. Vandaag toch een procent in een plus ongeveer. Maar Nike, Starbucks, McDonald's ook. Dat soort aandelen. Ja, hoe lager ze worden, hoe aantrekkelijker eigenlijk. Want het zijn wel hele sterke bedrijven. Over het algemeen wel mooie dividendpercentages voor stabiliteit. Nou, huh. ik snap het wel. Wat ik denk van FAR1. FAR1, geen idee. Wat is dat? Farta. Farta, farta, farta. Een soort uh, schakelmateriaal of zo. Geen idee. Nee, eh. Uh, farta. Zegt me zo niks. Nee. Zo, poeh, Flink gestegen, flink gezakt. Nee. Wat denk je van Shopify? Ja, Shopify hou ik ook zeker in de gaten. Uh, wordt wel wat aantrekkelijker. Als we kijken naar de afgelopen, uh, zeg, jaar. Redelijk vlak, flink gestegen, gezakt. Afgelopen vijf jaar, of stel, we zoomen nog meer uit. Nou, natuurlijk enorm wat gestegen, enorm wat gezakt. Heel mooi herstel. Uh, maar ja, mocht die verder zakken, ik hou hem in de gaten. Heel mooi bedrijf, sterk bedrijf. Uh, ik vind hem te prijzig op het moment, maar het is echt wel een kwaliteitsbedrijf. Op dit moment, ik vind hem nog iets te prijzig. Uh, ja. United held, komt morgen met kwartaalcijfers trouwens, maar uh, ja, ook een uh, echt wel interessant bedrijf. Met nu ook wel een aantrekkelijke waardering. Hele mooie geweest over de lange termijn. Min 1,68 voor de Nasdaq, net meer dan 1,8% in de min, dus misschien een mini herstel. Ben je niet bang van het wisselkoersrisico, aangezien je veel dollars hebt? Nee, eigenlijk niet, want als de beurs stijgt, dan zakt de dollar meestal in waarde en andersom. Dus eigenlijk is dat ook een soort van hedge. <laughs> uh, ja, vaak wel. Is altijd betaald door de CFO die niet doorging, want daarvoor was hij toch al gedaald? Ja, een beetje vreemd, want dat nieuws kwam volgens mij eergisteren of... Drie dagen geleden of zo was de wat gezakt. Nu weer flink gedaald. Ik heb verder niet iets nieuws gezien qua... Ja, wat betreft de daling. Maar nee. Quarta van de batterijen. Sorry, ben later. Is Tesla een moment op wachten tot hij verder zakt? Ja, hangt er vanaf. Geen idee. Ik, uh, ik heb hem al even doorgenomen wel. Ik weet het niet. Ik blijf optimistisch voor de lange termijn. Negatief op de korte termijn. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat Tesla zomaar verder kan zakken. Maar als Tesla vanaf nu gaat stijgen, zou het me ook niks verbazen. Dus... Uh, ik ben gewoon van plan om heel de weg omlaag bij te kopen. Want ik ben optimistisch voor de lange termijn. Tesla gaat nog verder zakken. Volgende week cijfers Q1 Tesla. Zou zeker kunnen dat ze verder zakken. Kan ook dat het niet gebeurt. Waarschijnlijk zullen de cijfers slecht zijn. Maar er worden ook hele slechte cijfers verwacht. Um, wat ik trouwens denk over de kwartaalcijfers: is het inderdaad marges slecht. Omzet slecht. Winst slecht. Maar er is één wildcard. En dat is energie. Energie gaat het denk ik heel erg goed doen. Um, maar goed, het kan zomaar dat het aandeel verder zakt naar die toch wel slechte cijfers. Hoe kan de PI van Shopify eigenlijk zo belachelijk hoog zijn? Of klopt dat niet? Ja, kijk, het geeft heel vaak een verzekerd beeld. Toevallig ben ik vandaag nog wat dieper op ingegaan. Um, Shopify PI ratio van 688, maar de Ford PI ratio is ongeveer 70. Um, Ford PI ratio is 70. Ook hoog, maar een heel stuk minder hoog. Kijk, een PI ratio is maar een indicatie. Uh, kan een heel erg vertekend beeld geven. Um, ja, ik heb vandaag een filmpje gemaakt. Voor Patreon en Discord. Uh, want ik ben daar bezig met trainingsfilmpjes. En daar ben ik ingegaan op de PI-ratio. /E en aandelen waarderen met PI-ratio's. /E heb ik uh, dit erbij gepakt. Ik had het nog openstaan. Dus. Uh, ja, kijk, stel. Uh, wat ik eigenlijk heb uitgelegd is: stel je hebt een bedrijf met een lage waardering. Dan hoeft dat niet per se een betere investering te zijn. dan een bedrijf met een hogere. Waardering afhankelijk van de vooruitzichten. Dus stel je hebt een bedrijf met een uh, koers van 50, EPS van 1, dus een PI-ratio /E van 50. Um, en je koopt dat bedrijf en dat bedrijf groeit 10% per jaar. 15 jaar lang, na 15 jaar, heb je dan je uh, investering verdubbeld. Dus niet echt hele goede investering, met een PI-ratio /E van 20. Nou, doen we dit even wat anders. Stel het bedrijf groeit met, uh, weet ik veel, 15%. Dit keer 1,05. En we trekken dit nou door. Dan hebben we het opeens over een... Even kijken. Oh, sorry. Ik deed het verkeerd. Ik, ik deed 1,05. We moeten 1,15 doen. Voor 15%. Dan hebben we het over een IPS van 8,14 in 2039. En dan hebben we het over... Een, voor een PI van 20, opeens over een koers van 203. Dus stel je hebt een bedrijf met een PI-ratio van 50... En dat bedrijf groeit 15% per jaar. Na 15 jaar 203 dollar, dollar in plaats van 50, oftewel keer 4. Een heel mooi rendement opeens. Uh, en dat is ook misschien het geval bij Shopify. Stel, Shopify heeft een PI-ratio /E van 70. Dus in dit geval koers 70. Opeens zijn je rendementen veel lager. Dus je gaat van een 70 naar een 203. Uh, stel, Shopify kan winst met 15% laten groeien. Nou, op zich een mooie investering van de 70 naar de 203. Niet eens keer 3 in 15 jaar, dus niet slecht. Zeker niet belachelijk goed. Maar ja, het hangt dus echt af van je verwachtingen. Uh, ja, PI-ratio /E is maar een indicatie. Een bedrijf kan een PI-ratio /E van 3, 8 of 2 hebben en veel te duur zijn. En een bedrijf kan een PI-ratio /E van 800 hebben en een hele interessante investering zijn, als de toekomst er goed uitziet. Maar goed, daar ben ik in een filmpje wat dieper op ingegaan. Het is wel uh, leuk om even kort uh, door te nemen. Uh, plus, ook een hele belangrijke is dat het vaak ook een vertekend beeld geeft op de korte termijn. Uh, door bijvoorbeeld eenmalige verliezen uh, of eenmalige voordelen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is denk ik vooral Amazon. Uh, laten we dat even erbij pakken. Daar ga ik er even wat dieper op in hoor. Maar ik denk dat het wel een interessante is, want die PI-ratio's... Ja, 688, dan denk je misschien ja, ik zal nooit Shopify kopen, maar het hoeft niet per se dat Shopify dan duur is of een slechte investering. Shopify is trouwens wel duur hoor, maar uh, het kan een heel vertekend beeld geven. Kijk, stel we pakken bijvoorbeeld Amazon erbij. Amazon heeft van de Big Tech aandelen een van de hoogste PI /E ratio's. 63,38. Een hogere PI /E ratio dan Tesla. Een hogere PI /E ratio dan Microsoft, hoger dan uh, Apple, hoger dan Meta, hoger dan Google. 63 is gewoon heel erg hoog. En toch denk ik dat Amazon niet per se duur is. Waarom denk ik dat? Omdat ik denk dat winstgroei voor Amazon heel erg hoog zal zijn. De forward P.I. /E ratio die zit rond de 40. Even kijken, 44. Dus ze verwachten al veel winstgroei voor de komende 12 maanden. En verder, wat ook een vertekend beeld geeft. En dat wilde ik er even bij pakken. Stel, we kijken naar het volgende. Amazon. We kijken naar... Winstgroei, of sorry, omzetgroei van Amazon. Dan zien we dit: vanaf 2009 eigenlijk bijna ieder kwartaal groei, 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 groei. Wat betreft omzet, echte, gaan we naar net inkom kijken van Amazon, dan zien we iets heel anders. Dan zien we eigenlijk het volgende: mooie winstgroei hier zo tot aan 2021. Dus flinke stijging. En daarna flinke daling. En hier is die PI-ratio belachelijk hoog, omdat ze minder winstgroei hebben. Nou, winstgroei is weer enorm hard aan het stijgen. Ik denk zelf dat Amazon weer hele mooie kwartaalcijfers bekend zal maken over twee weken. Dat ze weer meer winstgroei zullen hebben, waarschijnlijk zoiets. En dan een kwartaal daarna weer zoiets. En waarschijnlijk gaat dat weer flink omhoog de komende tijd. En dan is die PI-ratio bij Amazon van, wat is het, waar staat die? 63, misschien helemaal niet zo heel hoog. Misschien dat over twee jaar, als de koers gelijk blijft, Amazon een PI-ratio /E van 30 heeft. Als ze dus hun winsten flink kunnen laten groeien. Maar door dit soort dingen kan Amazon opeens een PI-ratio /E van 800 hebben. Omdat opeens winsten flink zakken. Nou, dat soort dingen kunnen dus heel vaak gebeuren bij bedrijven. Uh, waardoor een PI-ratio /E een vertekend beeld kan geven, zowel omhoog als omlaag. Pakken we even Tesla erbij. Dat is ook een interessante. Tesla heeft een PI-ratio /E van 37, maar eigenlijk is dat ook niet helemaal waar. Tesla heeft eigenlijk een hogere PI-ratio. /E en dit komt dan weer door eenmalige voordelen bij Tesla. Kijk dan de forward PI-ratio, /E die is hoger. De forward PI-ratio /E van Tesla is 57,8. Dus de PI-ratio, /E een hele interessante metric om na te kijken. Maar het is een indicatie. Dus als het 37 is, hoeft het helemaal niet duur of goedkoop te zijn. Uh, als het 800 is, hoeft het helemaal niet duur te zijn. Als het 2 of 3 is, hoeft het helemaal niet goedkoop te zijn. Het is een indicatie. Maar goed, dat even over de PI-ratio. /E <laughs> Ja, het is een hele belangrijke. Ik heb het er ook vaak over, maar je kan daar echt een grote fout mee maken. Stel, je kijkt bijvoorbeeld naar een United Health en je kijkt naar die PE ratio Oh, 18,74. Wow, mooie compounder. Is goedkoop, laat ik hem kopen. Maar je moet er echt wel wat dieper op ingaan. En nagaan of die PE ratio een goed beeld geeft of niet. Dus. Koop je ook aandelen in Tradegate of toch liever Nasdaq? Ja, ik koop ze toch vooral op de... Beurzen waar ze het meest worden verhandeld. Dus een ASML bijvoorbeeld koop ik vaak op uh, de Amsterdamse beurs. En uh, Nokia bijvoorbeeld heb ik op de beurs in Helsinki. En uh, de meeste Amerikaanse aandelen koop ik dus inderdaad op de Nasdaq of op de Amerikaanse beurzen. Vaak zijn transactiekosten wat lager op de Amerikaanse beurzen, maar betaal je weer wat meer voor valutakosten? Ja. Wat denk je van ASML en dat ze mogelijk uit Nederland weggaan? Ik denk niet dat ASML zomaar uit Nederland uh, gaat. Maar ik denk wel dat ASML heel duur is op dit moment. Qua aandeel. Hoe zie je het risico met uh, FSD en ongelukken? Zie je schikkingen met overleden werknemer tijdens gebruik van FSD? Ja, het is een hele lastige dat. Ja. Kijk, als Tesla echt zelfrijdende auto's uh, gaat uh, krijgen... en we echt FSD level zeg 4, 5 hebben... al is het honderd keer beter dan de mens... al is het duizend keer beter dan de mens... Het zal maar een kwestie van tijd zijn voordat er mensen zullen verongelukken. Dat is helaas hoe het is. Um, en het is best wel lastig om daar. Ja, ik denk daar best wel vaak over na. Maar ik weet niet zo heel goed hoe dat uiteindelijk zal uitpakken. Kijk, er gaan wereldwijd heel veel mensen dood door auto-ongelukken. In, uh, ik weet niet, volgens mij meer dan 90% van de gevallen is het door echt een menselijke fout. Dus dat mensen niet goed opletten, dat mensen een fout maken, doordat mensen dronken zijn, doordat mensen op hun telefoon zitten, allemaal van dat soort dingen. Nou, dat soort dingen haal je er al uit als je zelfrijdende auto's hebt met een, een, een robot die niet dronken kan zijn, die niet uh, in slaap kan vallen, die niet afgeleid kan zijn. Anderzijds, het kan natuurlijk altijd misgaan. Uh, en als we echt hele goede zelfrijdende auto's krijgen door Tesla, zullen er mensen verongelukken uh, en hoe zal men dan inderdaad daarop reageren? Het zal sowieso heel negatief in de media komen. Ik zie nu al de headlines voor me: zelfrijdende auto, uh, vermoord die en die of weet ik veel wat, zo en zoveel mensen. Uh, gaat sowieso gebeuren als we zelfrijdende auto's krijgen. Maar ik denk zelf dat de mensen die er echt over gaan uh, dat die veel naar data kijken, veel naar cijfers kijken. Uh, ...Nietze bijvoorbeeld... ...en meer van die safety agencies... ...die zijn heel erg data gedreven. En als we nu bijvoorbeeld... ...volgens mij overlijden er... ...jaarlijks meer dan een miljoen mensen... ...door uh, auto-ongelukken. Volgens mij in Amerika alleen al... Uh, ...iets van uh, 40, 45.000. Stel, van de 40.000... ...zal dat naar de... ...500 zakken. Is dat dan goed of slecht? Ik denk dat dat goed is. Dan zullen er dus... Uh, nou ja, 39.500 minder mensen verongelukken jaarlijks uh, in auto-ongelukken. Maar er zullen nog steeds 500 uh, komen te overlijden door zelfrijdende auto's. Even ervan uitgaan dat iedereen zelfrijdende auto's heeft, dat het heel goed werkt. Hoe dan ook, zullen er mensen wel uh, verongelukken. Kijk naar de data, de statistische cijfers. Het zal dan wel veel beter moeten zijn, maar hoe zal dat uiteindelijk gaan? Ja, waarschijnlijk heel veel rechtszaken, heel veel problemen, uh, heel veel hoofdpijn voor Tesla. Um, maar dat is wel een, uh, ja, dat is een hele ingewikkelde, denk ik. Maar goed, we zijn er nog niet, dus uh, ik, uh, ik weet het niet. Ik vind het een hele lastige. Geen idee. Wat vind je van TKW? Niet mijn type aandeel. Ajen, wel een interessante, jammer dat die flink is gestegen, wat duurder geworden. Nog aankopen gemaakt, niet vandaag. Veilig wel wat. ASML is wel duur op het moment inderdaad. Ik denk dat Fair Value onder de 800 euro is. Ja, zoiets denk ik wel. Kijk, Amazon inderdaad. Als we het toch even over PI-ratio's /E hebben. PI-ratio /E van boven de 40 voor ASML. 45,84 voor het PI-ratio /E is hetzelfde. Uh, 44,64. Dit jaar is een soort transitiejaar. Daarna gaan ze waarschijnlijk wel heel hard groeien. Maar historisch gezien is ASML eigenlijk bijna nooit zo duur geweest. Uh, dus ja... Heel mooi bedrijf. Monopolistische positie. Echt een heel goed sterk bedrijf. Maar duur. Hoeveel dip gaan we deze week zien? Ik hoop een hoop. Ik hoop op een hoop. We gaan het zien. Uh, had ik verder nog wat leuks openstaan? Nee, nou ja, ik denk dat het wel zo'n een beetje was wat ik door wilde nemen. Ja, dit vond ik ook wel interessant om even wat dieper in te gaan op Amazon en op PI-ratio's. Hopelijk uh, vonden jullie dat ook interessant. Uh, ja, altijd wel. Mooi, denk ik hoe er zoveel verschillende meningen zijn. Over waarderingen, over aandelen, over eigenlijk alles. Uh, maar dat maakt investeren ook wel weer zo leuk en interessant, denk ik zelf. Dus, we heeft alles even doorgenomen. Knalrode dag vandaag. Laten we even ver ver verversen. Ja, nog ongeveer net zo knalrood. Apple. Ja. Eigenlijk bijna alle Big Tech 2% in de min ongeveer. De ene wat meer, de andere wat minder. Salesforce 7%. Uber en Snowflake 3 à 4%. Tesla 5%. Ja, wat dit heb ik heb doorgenomen. Salesforce is flink rood. Coinbase flink rood. Alphen, Hims richting de 13 dollar. Plantir. Heel erg veel rood. En nu dus toch een tipje. Werd tijd voor een tipje. Ik denk dat dit goed en gezond is. Ehm. Uh, ik denk dat het goed zou zijn als we nog even een procentje of vijf omlaag zouden gaan. Misschien een correctie van 10% in totaal. Dan zullen aandelen wat eerlijker, denk ik, zelf gewaardeerd zijn. Dan zullen een hoop aandelen wat goedkoper worden. En dan krijgen we weer heel veel aantrekkelijke deals. Een hoop aandelen die we weer kunnen inslaan. Om, zeg, de komende vijf jaar daarvan te profiteren. Dus, uh, ja. Nog even heel snel kort jullie vragen. Want ik zie nog een aantal dingen en dan ga ik er weer vandoor. Uh, even kijken, wat vind je van Fairtip? Wat denk je van F uh, Fastnet? Allebei niet echt een hele sterke mening over. Uh, ik hoop ASML graag rond een PI-ratio: -E rond de 35. Nou, dat heb ik ook ongeveer bij ASML in mijn hoofd. Bepaalde aandelen die ik deze, uh, deze week mogelijk in wil slaan. Toch wel een hoop hoor. Er zijn een hoop aandelen die nu, die nu aantrekkelijker worden. Uh, ja, Tesla hou ik in de gaten. Daar ga ik de weg omlaag bij kopen. Alfen, eventueel Himstenhur hou ik in de gaten, Palantir hou ik in de gaten, Fortinet hou ik in de gaten. Heb ik geen positie in. Um, ja, er zijn er toch echt wel een hoop. Coinbase wil ik misschien nog een play op maken, mocht die verder zakken. Uh, dus ja. Is Timu best een trend geworden? Een onderdeel van Baba? Nee, Timu is een onderdeel van. Ah, uh... uh, hoe heet is het nou? Pinduoduo. Duo? Uh, PDD. Dus Timo is onderdeel van Duo. Uh, ook een grote, flinke gestegen, omdat Timo het ook zo goed heeft gedaan. Uh, en Timo is eigenlijk een concurrent juist van Alibaba. Een concurrent van onder andere AliExpress. Uh, maar Timo is onderdeel van Duo. Uh, dus ja, ik zou jullie weer willen bedanken voor het kijken. Hele rode dag. Ik hou jullie gewoon op de hoogte. Deze week dus nog een hoop kwartaalcijfers. ASML onder andere. Morgen United Health Group en Johnson Johnson. En zou ik alleen nog even willen vragen of je even op die like wil klikken. Helpt me natuurlijk met het kanaal. Dan wordt dit filmpje wat meer aanbevolen bij andere mensen. Het filmpje kunt trouwens ook gewoon terugkijken. Mocht je dat willen. Of mocht je het begin niet hebben gezien of wat dan ook. En dan zou ik jullie nog een fijne avond willen wensen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer. En later.